die paai. Schrok me volkomen neer, want plots kwam ze zomaar op me af. Was toch wel hoop gewend, deze dame was net een vent. Ze schoot zo voorst dat het net een monster leek. Het was mijn tante Wilhelmina Isabella. O mens, wat was ik bang dat ik onder een tafel kropen liep er nog achter het behang. Was mijn tante Wilhelmina Isabella. Ik had hem nog nooit gezien, dus om me beter te verbergen pakte ik bovendien het tafelkleed. Bij twee punten beet, zodat het servies goed van tafel gleed. Schotels op de grond, en wie toen plots naast me vond, je raadt het al. Hey tante, ik ben je tante Wilhelmina Isabella. Jongen, doe niet zo bang, kom onder die tafel vandaan. Ik plak je echt niet achter het behang. Ik ben je tante Wilhelmina Isabella. Doe niet zo mal, schudde me onder die tafel vandaan. En ik dacht, hartaanval. Als ik dacht.